Ik weet niet precies wat er nou gebeurd is, maar als ik de verhalen hoor, hoe het zou moeten zijn gegaan, dan denk ik wel dat het wel een beetje extreem is om gelijk een land helemaal te disqualificeren. Dus dat vind ik een beetje bijzonder. Afgelopen week is er veel over het nieuws geweest. De disqualificatie van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival. Hoe kijken de studenten op Hans Hogeschool naar? Wij van Hansemag zoeken het voor je uit. Ik heb wel iets meegekregen, maar ik weet er niet zoveel van. Maar het is wel sneu natuurlijk wat er is gebeurd. Ja. En heb je gekeken naar het Eurovisie Songfestival? Nee, ik heb zelf niet gekeken. Nee. Uit protest of? Nou, ik kijk eigenlijk nooit. Ik vind het niet heel veel aan, maar uit protest ook wel een beetje dan. Nu heb ik helemaal niet meer gekeken. Bijzonder. Dat vond ik wel. Vond het wat raar allemaal. Maar dat. Ja, ik weet niet. Ik weet natuurlijk niet wat er echt allemaal gebeurd is. Nee. En had je het gevoel dat Nederland misschien meer een statement had moeten maken? Misschien. Maar ik denk, aangezien de politie zo erbij was, dat je dan ook weer in andere problemen komt. Waar je liever niet in wil mengen, misschien. Maar ik weet niet hoe dat daar allemaal zit. Had je anders wel gekeken, ook al was Nederland gedisqualificeerd? Nee, denk het niet. Uit protest of gewoon desinteresse? Nee, desinteresse. Dan boeit het me niet zoveel meer. Het is toch leuk als je eigen land meedoet. Dan heb je toch iets extra's om te beleven, zeg maar. Ja. Ik zou het niet erg vinden als we meedoen. Ik zou het niet erg vinden als we niet mee zouden doen. Ik ben niet de grootste fan. Ik volg het niet heel erg op de voet. En vind je dat Joost dan weer mee moet doen? Dat zou ik wel leuk vinden, dat hij daar kans in krijgt. Joost moet gewoon een nieuwe kans krijgen. Hetzelfde liedje. Liever niet hetzelfde liedje, want het blijft in mijn hoofd hangen. Ja. Terwijl ik het niet heel erg... Ja, over een jaar ook nog, denk je? Ja, dat weet ik zeker. Dit zijn van die liedjes die in mijn hoofd blijven. Ja. En dan heb ik er 2 dagen last van. Ja.